Goedenavond in Christus beminden. Vandaag willen wij verder gaan met de bespreking van het heilig misoffer. Vorige zondag spraken wij over het Gloria, de jubelzang van de engelen overgenomen door de kerk. Wij spraken ook over het gebed van de kerk, de oratio, de collecta, en het daartoe voorbereidende Dominus Vobiscum. Vandaag willen wij spreken over het epistel, de tussenzangen en het heilige evangelie. Starten wij met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Nadat de priester de gebedsaangelegenheden van de kerk geformuleerd heeft in de oratio, in de collecta, begint een heel nieuw gedeelte van de heilige mis. Tot nu toe hebben wij met het trappengebed, met het Kyrie, met het Gloria en die even genoemde oratio tot God gesproken. God moest op ons horen. Van nu af zal God tot ons spreken en wij moeten luisteren. Een kerkvader merkt op dat de heilige mis zich afspeelt net als het leven van onze heiland Jezus Christus. Christus kwam eerst op aarde om ons te beleren, om dan zijn kruisoffer op te dragen. Zo analoog in de heilige mis wordt eerst het leergedeelte afgehandeld, alvorens men het offergedeelte kan starten. In de heilige mis werd tijdens de voorleesdienst, als we dat zo mogen noemen, steeds de Heilige Schrift gebruikt. Geen burgerlijk boek, de Heilige Schrift. De kerk heeft dit gebruik overgenomen van de Joodse synagoge. In de tijd van de eerste christenen las men net zoals in de synagoge de teksten van het Oude Testament. Men wees bijvoorbeeld op de in Christus vervulde voorspellingen van de profeten. En naarmate de heilige Paulus of andere apostelen brieven schreven, u kent deze brieven van de heilige Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes en Judas, werden deze brieven ter hand genomen en in de gemeenten voorgedragen. Een ander bemind boek waren de martelaarsakten. Zo sterkte men elkander in tijden van vervolging door het voorbeeld te leren kennen van een martelaar die misschien andere toekomstige martelaren voorop ging. De brieven van de heilige Paulus en deze martelaarsakten werden onder de vroege christengemeenschappen ijverig uitgewisseld, ijverig gekopieerd en bewaard. Zodra echter rond het jaar 50 reeds de evangeliën ontstonden, werden natuurlijk deze evangeliën terecht het geliefste voorleesboek van de christenheid. De heilige Augustinus getuigt rond het jaar 400 dat men steeds 3 stukken uit de Heilige Schrift voorlas tijdens de heilige mis. Een stuk uit de profetengeschriften van het Oude Testament, een stuk uit een brief van een apostel en dan ook steeds 1 hoofdstuk uit het evangelie. De les uit het Oude Testament geraakte langzamerhand in onbruik, zodat wij de oorspronkelijke vorm verloren, maar de huidige vorm kregen, namelijk een les in de vorm van het epistel en een les bij het evangelie. In Christus beminden, vandaag hebben wij zoveel te lezen. In de krant,
of online, zodat we de Heilige Schrift als een geschreven bron misschien niet meer naar waarde schatten, of zelfs, God verhoede het, bijzijde leggen. Nochtans, de Heilige Schrift is een uniek boek. Ze bezit namelijk de Heilige Geest als auteur, als schrijver, God zelf. Andere teksten die wij op de wereld hebben, zijn door mensen geschreven. Slechts door mensen. Zelfs al zijn ze door heiligen geschreven, ook de heiligen zijn slechts mensen. De Heilige Schrift is het woord van God, waarbij de Heilige Geest een menselijke schrijver zozeer heeft beïnvloed en tot neerschrift van een welbepaalde tekst heeft begeleid, dat juist die inhoud op de van God bepaalde manier neergeschreven werd. Tot ontvlamming van ons gemoed, tot sterking van ons geloof. De kerkvaders, de heiligen, lazen bijna dagelijks uit de Heilige Schrift en uitsluitend uit de Heilige Schrift. En ook vaak knielend uit eerbied. Wij katholieken, wij mogen de schriftlectuur, de schriftkennis niet aan de protestanten overlaten. Ook wij moeten in liefde en in kennis van de Heilige Schriften uitblinken. De Heilige Schrift is namelijk eigendom van de katholieke kerk. Daarom, mijn dierbaren, zoek uw Bijbel, stel hem niet op een schap van de boekenkast, maar houd hem dicht bij u voor een dagelijkse lezing. En de kerk beloont die dagelijkse lezing met aflaten. Wenden wij ons nu heel specifiek het epistel toe. Interessant is te zien dat oorspronkelijk er geen vaste leesorde bestond. Men las in de kerk gewoon verder waar men de vorige keer gestopt was. Men kende de zogenaamde lectio continua, de doorlopende lezing. Zoals vandaag nog steeds het geval is, trouwens in het breviergebed van de priester. De lector las het epistel zo lang voor totdat de celebrant een teken gaf om te stoppen. En dit gebeurde door de bekende woorden Deo gratias. Een overblijfsel van deze lectio continua of deze doorlopende lezing vinden wij terug bij het evangelie, waar wij zeggen sequentia sancti evangelii, vervolg van het heilig evangelie. Het lijkt alsof wij schijnbaar de evangelietekst waar wij vorige zondag gestopt waren, verder zetten. Maar natuurlijk merken wij dat dit niet zo is. In de vierde eeuw, na de vervolgingstijden, begon de kerk in rust de teksten van de Heilige Schrift per zondag uit te kiezen en te ordenen. En zo werd overal ter wereld, en ook steeds elk jaar opnieuw, op dezelfde gekozen momenten, het juiste en het passende stuk van de Heilige Schrift voorgelezen. En zo ontstonden de pericopenboeken, de boeken met epistel en evangelie per zondag. Welke teksten werden voor de epistels uitgekozen? Voor de zondagen wordt tot op de dag van vandaag steeds als epistel een stuk uit de brieven van de apostelen gekozen. Dat is ook het geval op de weekdagen, niet enkel op zondagen. In de vastentijd, of met missen met een boetekarakter, een paarse of een zwarte kazuivel, kan men andere teksten uit de Heilige Schrift vernemen. In zulke gevallen wendt men zich vaak tot het Oude Testament. Voor de heiligenfeesten gedurende de week heeft men een keuze zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Men kiest voor teksten die de deugden en de verdiensten van de gevierde heiligen naar voren brengen. Wie mocht dat epistel voordragen in de kerk? Wel, dat was reeds, mijn dierbaren, vanaf de eerste eeuwen
toebedeeld aan een mannelijke lector die speciaal daartoe gewijd werd. In de 7e eeuw werd deze taak nog aan een hogere wijding toebedeeld, namelijk aan het subdiaconaat. Oorspronkelijk droeg de subdiaken het epistel niet aan het altaar voor, maar wel op een verhoog richting het volk. Een voorloper van de huidige preekstoel, de zogenaamde ambo. Daarom, mijn dierbaren, vindt u in de oude basilieken te Rome steeds twee preekstoelen. Eén voor het epistel en één voor het evangelie. Vandaag de dag zingt men het evangelie richting altaar, niet meer richting het volk, zoals in eerste tijden. Men zingt het richting het altaar, richting het tabernakel. En in de middeleeuwen zag men daarin een beeld van de heilige Johannes de Doper, die voorloper des Heren die op Christus moest wijzen, zie het Lam Gods. Komen we nu reeds tot het tweede deel van onze overweging. Na het voordragen van het epistel komt men tot een nieuw deel, tot de zogenaamde tussengezangen. In alle liturgieën, van oost als van west, vindt men na de lezing van het epistel een psalmengezang. En deze zangen gaan dus op apostolische tijden terug. Dat is een leer van de kerk. Als men iets in het westen als in het oosten vindt, overal vindt, dan gaat dat terug op de apostelen. En daarom mogen wij deze tussenzangen met dierbaren niet versmaden. Vaak heeft men de indruk dat de priester of zelfs de gelovigen ook daar zitten en simpelweg het evangelie afwachten. Dat men te weinig waarde schenkt aan de tussenzangen op zichzelf. Daarom laten wij deze tussenzangen eens van naderbij bekijken. De eerste tussenzang in de liturgie heet het Graduale. Het Graduale heette oorspronkelijk Responsorium. Men werd al gauw Graduale genoemd, omdat deze zang op een trap of een trede van de preekstoel moest gezongen worden, voorgedragen worden. Trap betekent in het Latijn gradus, graduale. Oorspronkelijk werd op deze trap, waar later het evangelie zou verkondigd worden, een hele psalm gezongen. En weliswaar, mijn dierbaren, door één zanger. Het volk antwoordde deze ene zanger met een refrein. De verkorting van de hele psalm naar de huidige vorm gebeurde reeds in de 6e eeuw. Het werd een refrein, een vers en een refrein. De gelovigen moeten en mogen ook ter ontspanning tijdens de heilige mis, tijdens het graduale, een meditatie houden over het gevierde liturgische feest of over de woorden die net gehoord zijn in de lezing van de apostelen. Een tweede tussenzang is het Alleluia. Waarschijnlijk is het Alleluia ontstaan als tussenzang tussen de lezing van het Oude Testament, de profeten, en de lezing van de apostelen, de eerste en de tweede lezing. Toen deze tweede lezing werd afgeschaft, behield men toch de mooie zang het Alleluia. Alleluia is Hebreeuws voor lof aan God. En de heilige Johannes, de evangelist, hoorde deze Alleluia-gezang in zijn visioen van de geheime openbaring gezongen worden in de hemel. Hebben wij dus een grote liefde voor het Alleluia. Van muzikale vorm is het Alleluia ook een echt responsorium. Men zingt een refrein Alleluia, gevolgd door een psalmvers, om terug het Alleluia te herhalen. Het Alleluia is een jubelzang. Een zang die vreugde en dankbaarheid uitdrukt. De heilige Augustinus zegt, Alleluia is een jubelzang, maar een zang zonder woorden. Het is een jubelzang op die ene letter A. Om uit te drukken
dat het object van onze vreugde, namelijk de verlossing door Gods Zoon en het eeuwig leven in de hemel, niet in woorden kunnen worden uitgedrukt. In heilige missen, waar eerder een boetekarakter naar voren moet komen, wordt het Alleluia niet gezongen. Het is zelfs verboden. In de middeleeuwen was het Alleluia zo geliefd dat het afscheid nemen van het Alleluia in de vastentijd heel ceremonieel voltrokken werd. Ja, zelfs als een soort begrafenis. In de paasnacht kwam het Alleluia dan feestelijk weer naar voren. In de vastentijd zingt men eveneens geen Alleluia, maar het Tractus. Zeggen wij nog een woord over de zogenaamde sequentia's. De sequentia's hebben uit het Alleluia-gezang zich ontwikkeld. Het Missale Romanum kende oorspronkelijk wel 98 sequentia's, allemaal voor bepaalde feesten. In Rome behield Paus Pius V slechts 4 sequentia's, waarbij er in de 18e eeuw weer eentje werd toegevoegd. De oudste sequentia is de paashymne Victime Paschali Laudes. Deze sequentia werd om het jaar 1050 geschreven door Wipo van Bourgondië. Het Veni Creator is een lofzang voor Pinksteren en door de Engelse aartsbisschop Stefan Langton van Canterbury in de 13e eeuw geschreven. Hij, deze aartsbisschop, deelde overigens als eerste de Heilige Schrift in hoofdstukken in. Het Laudes Sion komt van de heilige Thomas van Aquino, rond het jaar 1270 geschreven, en is een samenvatting van de geloofsleer op de heilige Eucharistie. Het Stabat Mater, de sequentia op Onze Lieve Vrouw, geschreven, werd door de Franciscaan de heilige Bonaventura in het jaar 1270 gedicht. Het lofzingt de smarten van Onze Lieve Vrouw. Het Dies Irae van de begrafenismissen werd door de Franciscanen in Italië ontwikkeld, waarschijnlijk door de heilige Thomas van Celano. Deze sequentia's, mijn dierbaren, zijn stuk voor stuk meesterwerken, waardig om te beluisteren, waardig om mee te zingen en nog waardiger om te bemediteren. Wenden wij ons nu ons derde en laatste punt toe, het Heilig Evangelie. Het hoogtepunt van het eerste gedeelte van de Heilige Mis, van de Catechumenenmis, is in alle christelijke liturgieën de lezing van het Heilige Evangelie. Het Heilige Evangelie, het boek, werd op zo prachtig mogelijke manier versierd. Met goud, met purper, met ivoor. Er werden zelfs aparte altaren gebouwd om het evangelieboek te dragen, te bewaren. Het evangelie mag overigens enkel door een persoon met een wijdingsgraad die direct door onze lieve Heer zelf is ingesteld gezongen worden. En dat zijn slechts 3 graden die door onze lieve Heer persoonlijk zijn ingesteld. De diakengraad, de priestergraad, de bisschopsgraad. Enkel deze 3 wijdingsgraden hebben van Christus de opdracht gekregen het heilig evangelie te gaan verkondigen aan alle volkeren. Degene die tijdens de heilige mis het evangelie zal voordragen, bidt eerst diep gebogen voor het tabernakel van onze heiland om een zegen. Hij bidt een gebed, het zogenaamde Munda Cor Meum, waarin teruggegrepen wordt naar het gebed van de heilige profeet Isaias, die in een visioen Gods Zoon zag in al de luister van zijn majesteit, terwijl de serafijnen Gods lof zongen. Het Sanctus. Onder het gewicht van Christus' glorie verpletterd, voelde de profeet Isaias zijn grenzenloze onwaardigheid de woorden van God als profeet aan het volk te gaan verkondigen.
Gods eigen woorden, de woorden van de Almachtige, de woorden van de Alwijze. Isaïas voelde zich daartoe onwaardig. Toen, zo lezen wij in het Oude Testament, nam een engel een gloeiende kool van het altaarvuur in de hemel en reinigde daarmee Isaïas lippen van alle onwaarheid, alle zonde en onreinheid. De katholieke priester, op zijn punt om het woord van God te verkondigen, het woord van Gods Zoon, voelt zich eveneens onwaardig en smeekt dus God zijn hart en zijn lippen te zuiveren om hem in staat te stellen het heilige evangelie op een waardige en een competente manier te gaan verkondigen. Zodra de diaken, de priester of de bisschop dit gebed verricht heeft, volgt de plechtige processie naar de plaats van de evangelieverkondiging. De voordracht van het heilige evangelie gebeurt steeds op de rechterzijde van het altaar, van Christus' troon uitgekeken natuurlijk, dus aan de linkerzijde vanuit de kant van de gelovigen. Deze linkerzijde van de kerk wordt de evangeliezijde genoemd. Dat is ook de waardigere kant van de kerk, waar overigens ook de waardigste beelden dienen te staan. Het heilige evangelieboek wordt in deze processie begeleid door kaarsen en door wierook. Kaarsen die wijzen op de waarheid. Eén van die twee kandelaars, gedragen door een acolyet, verzinnenbeeldt het Oude Testament, terwijl de tweede kandelaar het Nieuwe Testament uitbeeldt. De priester of de diaken maakt een kruisteken op het missaal bij het begin van het evangelie. Dus niet bij de woorden in die tijd sprak Jezus, maar werkelijk waar het evangelie begint. Een kruisteken is namelijk de samenvatting van heel de leer van Christus, heel het evangelie. Na de bekruisiging van de evangelietekst bekruisigt de priester zichzelf op het voorhoofd, op de mond en op de borst. Verzinnenbeeldend dat de leer van het evangelie van de gekruisigde heiland ons stand moet beleren, onverschrokken door onze lippen moeten beleden worden, verkondigd worden en in onze harten het principe van de keuzes moet zijn. Daarna, na het kruisteken over zichzelf, bewierookt de priester het heilig evangelie, het boek, omdat het goddelijke woorden bevat. De voordracht van het evangelie is dus niet enkel maar een belering, maar ook een huldiging. Een huldiging tegenover Gods Zoon. En daarom behoren de gelovigen rechtstaand het evangelie te vernemen. U is zeker ook reeds opgevallen dat het evangelie steeds richting noorden wordt voorgedragen. Daarom wordt het boek bij gelezen missen of gezongen missen op het evangelie, op de evangeliekant van het altaar geplaatst, maar scheef, naar links toe gewendend. Niet zoals het epistel dat rechtstreeks haak 90 graden naar voren wordt gelezen. Het evangelie wordt namelijk richting het noorden gelezen. En dat is naar de Bijbelse, maar ook naar de Romeinse mening de kant, de zijde waar de barbaren, de heidenen leven. De plaats van ongeloof en van zonde. Door de evangelielezing richting het noorden te verrichten, hoopte men de daar wonende heidenen en de daar wonende macht van Satan te breken en ze te bekeren tot het christendom. Na de voordracht van het heilige evangelie kust de celebrant het boek van het heilige evangelie als teken van liefde en aanhankelijkheid tegenover Christus. Trouw aan de christelijke leer. Oorspronkelijk werd zelfs aan iedere aanwezige in de kerk gevraagd om met eerbied deze kus op het evangelieboek te voltrekken. De celebrant vraagt vandaag bij deze kus met een gebed
dat door de lezing van het Heilige Evangelie onze zonden mogen vergeven worden. Per evangelica dicta, deliantur nostra delicta. De evangelielezing bezit daartoe een kracht als sacramentalie. Christus heeft namelijk gezegd, jullie zijn reeds rein, krachtens het woord dat ik tot u heb gesproken. Het evangelie. Ja, en Christus, mijn minnen, tenslotte, mogen deze huidige overweging over het epistel, over onze tussengezangen, over het heilige evangelie, in ons weer de ijver mogen doen ontvlammen voor de liturgie. En dat wij deze liturgie met aandacht en met geleerzaamheid mogen beleven. Dat wij graag de Heilige Schrift horen verkondigen en tijdens de week deze ook graag zelf ter hand nemen. Ja, laat het met ons gaan zoals bij de Emmausgangers op Paasdag. Zij spraken namelijk tot elkander, brandde niet in ons hart het vuur als Jezus tot ons de Heilige Schriften verkondigde en ze ons verklaarde. Ja, mijn dierbaren, deze genade willen wij ook vragen aan onze Lieve Vrouw, de genade van een liefde tot de Heilige Schrift in de Heilige Mis en erbuiten. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. Dan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbaren, dan hoop ik u allen nog terug te zien bij de volgende conferentie. Ik wens u nog een mooie avond toe en Gods zegen.